van Schiedam. Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Gaat u dit jaar op vakantie? En zo ja, waarheen dan? We gaan op vakantie, maar we blijven dit jaar in Nederland. We gaan naar het uiterste puntje van Limburg. Ja, ik ga zeker op zo'n vakantie. Ja, we gaan op vakantie. We gaan naar Tenerife. Nee. En waarom niet? Ik moet alleen. Ik vind het zonde zielig voor mijn hondje om hem alleen te laten. Ja. Net na de coronapandemie wilden Nederlanders koste wat kost met vakantie. Maar deze situatie ligt nu anders volgens nu.nl. Het nieuwsmedium sprak met reiskoepel ANVR. En die zeggen dat het aantal boekingen deze zomer fors terugloopt. Ging u vlak na de lockdown ook al op vakantie? Ja, we zijn eigenlijk altijd wel op vakantie geweest, ja. Vlak na de lockdown niet. Nee, dat durfden we nog niet. Omdat we bang waren dat er weer een lockdown zou komen. En dat je dan ergens vast zit. En dat wil je ook niet. Nee, toen ben ik niet gelijk op vakantie gegaan. Maar dat had ook wel te maken, ik werk zelf in de zorg. Dus ik dacht een beetje, het is best wel spannend. Wat nou als je in quarantaine terechtkomt in het buitenland en je kan niet meer zomaar aan de slag. Dus dat was inderdaad de reden waarom ik niet gelijk op vakantie wegga. Nee, ik ga eigenlijk elk jaar wel op vakantie. Ja, we zien nu dus dat het aantal boekingen van vakantie steeds meer daalt. Tenminste dit jaar dat daalt. En dat komt dus vooral door hogere prijzen, wordt er verwacht. Merkt u daar iets van? Ja, het is wel duurder geworden, ja. Dat merken wij ook. Ja, we willen gewoon graag op vakantie, omdat we gewoon willen genieten van de zomer en van de tijd met elkaar. Dus wat het kost, dat maakt niet echt uit voor ons. Hogere prijzen? Ja, het is iets waar je wel voor moet sparen, zeker wel. Maar moet ik zeggen dat nu mijn volgende vakantie best wel prijzen gaat zijn. Maar ik kan het me wel bij voorstellen. Ja. Nee, wij behoren tot de generatie die het goed hebben. Ik schaam me er wel eens voor. Maar we hebben er hard voor gewerkt.